Op deze plaats aan de Nijmeegse Waalhaven zou in oktober al gestart worden met de bouw van 300 woningen, maar dit plan loopt vertraging op. Projectontwikkelaar BPD meldt dat het onmogelijk is om binnen een paar maanden te starten met de geplande bouw. De brandstofprijzen blijven stijgen, er is een tekort aan bouwmaterialen en de inflatie hakt erin. Wanneer er wel een schop in de grond gaat, kan BPD nog niet zeggen, maar hoopt daar in ieder geval dit kalenderjaar duidelijkheid over te kunnen geven.